Dames en heren, Jan Brokken is een meesterverteller. Van zijn hand verschillen namelijk gelauwerde werken als Baltische Zielen, Mijn Kleine Waanzin, De Kozakkentuin, De Vergelding en De Prachtige in het Huis van de Dichter. En nu, dames en heren, is er De Rechtvaardige opnieuw meesterwerk. En in De Rechtvaardige vertelt Jan Brokken het fascinerende verhaal van Jan Zwartendijk. En dit is een verhaal die ik zelf tot voor kort nog nooit eerder gehoord had. Jan Zwartendijk werkte in Litouwen als consul en hij bedacht een ingenieus plan in de Tweede Wereldoorlog om duizenden Poolse Joden te redden van de ondergang door hen een uitrijvisum te geven naar Curaçao. Wat zeg ik nu weer? Uitreisvisum naar Curaçao. Ja, en een ingenieus plan. Uitreisvisum naar Curaçao. Goed. Het verschijnen van De Rechtvaardige dat leidde tot kamervragen. En zelfs ook tot excuses van minister Stef Blok. Dames en heren, Jan Brokken. Nou. En ga je vooral lekker zitten en excuseer voor mijn warrige introductie. Maar er zijn kamervragen gesteld Na het verschijnen van uw boek. En U bent daarmee, u treedt daarmee in het illustere rijtje van Multatuli, Gerard van het Treven. Ja, ik wist W.F. Hermans natuurlijk. En W.F. Hermans. Ik had altijd gelijk. Het katholieke volksdeel voelde zich toen aangesproken. Aangevallen. Natuurlijk Gerard Treven, de ezel spreekt. Dat, precies. Toen kreeg ik, dat zei ik een keer ergens, en toen kreeg ik direct een brief van een Neerlandicus dat het meest illustere voorbeeld was Multatuli. Ja. Naar aanleiding van Max Havelaar zijn de Kamervragen gesteld. En over, in dit rijtje hoort u thuis. Daar ben ik werkelijk trots op. Ja, daar kan men alles bij indenken. Ja. En we gaan het zo hebben over die kamervragen. En terecht, maar ook terecht. Wat ik net zei, het is echt een meesterlijk boek waarin ook het hele verhaal over Jan Zwartendijk, dat tot nu toe onbekend is voor heel veel mensen, toch eindelijk heeft opgeschreven. Wanneer hoorde u het voor het eerst, het verhaal over deze reddingsoperatie? Wanneer was dat? Nou, heel lang geleden maakte ik een reis in de Trans-Siberië Express. En toen in omgekeerde richting ben ik vanuit Peking naar Moskou gegaan. Ja, terug. En groot deel dus hetzelfde traject van de Trans-Siberië Express. En in die trein, ik zat in de eerste klas, soft sleeper heette dat, want het was natuurlijk een communistisch systeem. Heb je geen klasse, dus je hebt een hard sleeper en soft sleeper. En de coupé daarnaast, dan moesten we zo'n washokje delen. Daar zat een Australische vrouw met twee zoons. En tijdens de reis, die duurde 7 dagen en nachten, toen kwam bij het verhaal los dat zij in 1941 met haar ouders vanuit Polen, Litouwen, zo met de Trans-Siberië Express gevlucht was. En uiteindelijk was zij terechtgekomen in Australië. En ze wilde aan haar beide zoontjes laten zien. 1983 was dus nog communistisch systeem, ook in Polen. Ze wilde laten zien waar ze vandaan kwam. En toen hoorde je voor de eerste keer het verhaal? Ja, toen hoorde ik voor het eerst over die wonderlijke vluchtweg via de Trans-Siberië Express. Maar dat daar een Nederlandse consul iets mee te maken had, dat wist ik toen niet. Heel veel jaren later, toen was ik bezig met onderzoek voor mijn boek Baltische Zielen. En op een avond zat ik in een pizzeria in Vilnius. Het was in december. Het was min 19. Er was niemand in die pizzeria. Helemaal aan de andere kant van de zaal zat een man met een grote zwarte baard, zwart haar, lang haar, in een zwart pak. En die zat tegenover een beeldschone vrouw. En hij reciteerde gedichten. Dat hoorde ik. In een razend tempo. In het Jiddisch, in het Engels en in het Litouws. En het ging maar door. Toen ik 16 jaar was, heb ik ook al zo'n gedicht uit mijn hoofd opgezegd tegenover een meisje. Om indruk te maken. Maar ik kwam niet verder dan 4 regels. Maar 20 strofen, 30 strofen, 40 strofen. En het ging maar door. En die vrouw die zat echt in aanbidding voor hem.
En op een gegeven moment kon ik mijn nieuwsgierigheid niet bedwingen. Ik ben met die man afgestapt. En ik zei, wat reciteert u? En toen zei hij tegen mij, in het Engels, zei hij, heeft u wel eens van Bob Dylan gehoord? Nee. Ja, had ik. En u weet dat Bob Dylan Bob Zimmerman heet. En dat de familie Zimmerman een bekende Joodse familie was uit het ghetto van Vilnius. Ik zei, nee, wist ik niet. En heeft u als van Simon Garfunkel gehoord? Ja. Nou, familie Garfunkel is een hele bekende Joodse familie uit Vilnius. Vilnius was in 1940 een Joodse stad. Ja, het Jeruzalem van het noorden. Ja, precies. En 54% van de bevolking was Joods. En hij zei toen, ja, wat ik hier reciteer, dat zijn Joodse volkspoëzie, Jiddische volkspoëzie. En ik probeer deze dame, die de bekendste volkszangeres van Litouwen is, duidelijk te maken wat de invloed is geweest van die Jiddische volkspoëzie op de Amerikaanse volkszongs. Ja. Nou, ja, en toen zei ik, maar ja, wie bent u dan? Toen zei hij, nou, ik ben professor Dovid Katz, hoogleraar Jiddisch aan de Universiteit van Vilnius en van New York. Oh. Oh. En hoe kon je bij Dion Zwartendijk? Nou, ik ben de volgende dag, hij vroeg me aan het eind van die avond, als je geïnteresseerd bent, kun je een college Jiddisch bijwonen. Ja, toen zeg je ja natuurlijk. Hè? Ja, 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 dat ga je. Het is een van de mooiste verhalen geworden in Baltische Zielen. Want wie zaten daar? Er zaten 3 studenten, maar er waren 30 mensen. En de andere 27 waren tussen de 75 en 95 jaar oud. En die waren de laatste overlevenden van het ghetto van Vilnius. En zij hadden vroeger natuurlijk altijd Jiddisch gesproken, maar ze hoorden niet meer. Weggevaagd. Alles is weggevaagd. Ja. Er waren 494 synagogen en Joodse gebedshuizen in Vilnius. En er staat er nu nog 1 synagoge overeind. Dus zij lazen daar verhalen van Isaac Bezewitsch Singer met elkaar, omdat Jiddisch. Ja. Nou, dus ik heb daar met mijn oren open en met mijn ogen open en met mijn mond open zitten kijken en luisteren daar. En het was een wereld die voor me open ging. En toen zei hij, morgen gaan we naar het Joods Museum toe. Nou, ik stelde mij dus heel groots bij voor het Joods Museum. We kwamen aan bij een soort bouwkeet. Ik dacht toen ik naar binnen ging, ik moet niet te sterk ademen, want anders gaan die wanden omver. En ik kwam naar binnen en toen leidde hij me naar een vertrek, een zijvertrek. Hij wist inmiddels dat ik een Nederlandse schrijver was. En daar hing een foto van Jan Zwartendijk. En toen zei hij, deze man was de consul van Nederland in 1940 in Litouwen. Deze man heeft duizenden mannen, vrouwen en kinderen, Joodse mannen, vrouwen en kinderen gered. En er is niet zoveel bekend. En jij bent schrijver, je moest je oog uit je kop schamen. Nou, die komt hard binnen die boodschap. Ja, dan. Nou, en... Maar u schreef toen Baltische Zielen. Ja. En ja, ik heb toen nog overwogen om Jan Zwartendijk in Baltische Zielen te incorporeren. Maar Baltische Zielen gaat over mensen die gevormd zijn door die Baltische landen. Door de Baltische cultuur. Die daar hun jeugd hebben doorgebracht. Ja. En Jan Zwartendijk heeft er maar 3 jaar gewoond in Litouwen. Dus hij paste niet in het verhaal. En het is geen echte Balte. Het is geen echte Litouwen. Nee. Het is een echte Rotterdammer. Ja, Rotterdammer. En fan van Excelsior. Hè? Niet Feyenoord, maar Excelsior. Ja, maar u dacht wel, maar het zat wel in uw hoofd. Ik moet er iets mee gaan doen. Ja. Maar ben verplicht bijna. Ja, en toen kwam ik een paar jaar later terug weer in Litouwen. En toen ontmoette ik de Nederlandse ambassadeur. En die zei, ik heb een ontmoeting gehad met de zoon van Jan Zwartendijk. En ik wist helemaal niet dat er nog kinderen waren in je leven. Mm-hmm. Heb ik een afspraak met hem gemaakt. Hij bleek in Blaricum te wonen. Rob Zwartendijk. En toen kwam ik daar binnen. Er stond bij het raam stond een oude dame, statige dame. Lang, mager, gedistingueerd. En toen zei hij, ik heb mijn zuster ook maar gevraagd. Edith, ze is uit de Dordogne overgekomen. Want zij was 13 jaar toen het allemaal gebeurde. En zij en ik zelf, ik ben in Kaunas geboren. Ik was 1 jaar toen het allemaal gebeurde. Ik heb geen herinnering, maar zij wel. En dat bleek een ongeluk. Die vrouw was toen 89 jaar. En ze was uit de Dordogne gekomen. Lees ze nog? Ze leeft nu nog, ja. Ik moet ze de groeten doen vanavond. Oh, iedereen. Leuk, ja. Wat een leuk, ja. Ja, dat is leuk. En de groeten terug. Ja, wat bent je van? Ja, ja. Nee, dat zal ik morgen direct doen. Ja. Maar ze,
Ze was met een vrachtwagenchauffeur meegereden naar Nederland. Zoals ik in mijn hippiejaren deed. En zij was 89 jaar. Ze was ook nog een beetje boos. Want die vrachtwagenchauffeur had geen enkele plaspauze in. Oh, dat is schandalig. Dat is schandalig. Maar u moet dus Edith. En toen dacht ik, ja, en nu moet het gaan. Nou, ik heb toen heel veel dagen met hen gesproken. Vervolgens ben ik naar de Dordogne. Heb ik een paar dagen met Edith daar gesproken. Maar toen rijpte bij mij het plan. Wat zou het mooi zijn als ik met Rob en Edith terugga naar de plaats waar het zich allemaal heeft afgespeeld. Want ik begreep wel van Edith dat er nog heel veel intact was. Dat wist zij, dat had zij gehoord. Ik durfde dat eerst niet goed, want ik dacht, ja, ze had een nieuwe heup gekregen, ze had een nieuwe knie gekregen inmiddels. En ze was inmiddels in de 90 gepasseerd. En ik dacht, in zo'n klein vliegtuigje naar, en dan dat hele land doorreizen, dat wordt niks. Maar ja, mijn nieuwsgierigheid won het toch. En zij wilde heel graag, hè? Ja. Ze zei, dat doen we, want dan bestel ik op Schiphol zo'n invalide wagentje. En dan rijd jij me zo door de controle heen, hoef je helemaal niet te wachten. En dan ga je in een liftje zo en dan krijg je de voorste plaatsen. Nou, ik heb heel veel gereisd in mijn leven, maar nooit zo comfortabel als met Edith. Ja. Elk nadeel heeft zijn voordeel, begrijp ik. Ja, precies. Toen bleek het huis waar ze woonde, dat bleek er nog te staan. Dat was in 1939 nieuw, want er was niets veranderd van binnen. En de buren, ja, zij speelde met het buurmeisje. Haar vader en moeder hadden een hotel. En dat hotel stond er nog. We hebben gelogeerd in dat hotel. Haar buurmeisje van met wie ze samen op het Duits gymnasium in Kaunas zat, die was ook nog in leven. En we kwamen daar binnen de eerste avond. En de kleindochter die het bedrijf nu runde, die zei, ik ga gelijk mijn moeder halen toen ze hoorden wie we waren. Ja, en toen zagen deze vrouwen elkaar terug. Die hadden elkaar 76 jaar niet gezien. Ja, en, dat was emotioneel, lijkt me dat toch? Ja, want ze wist ook niet. Ze had geen Duits meer gesproken toen Litouwen was Russisch geworden. En ze had alleen maar Russisch en Litouws gesproken. Dus in al die jaren geen woord Duits gesproken. En ze stonden eens tegenover elkaar en toen zei Edith iets in het Duits. En tegelijk kwam het Duits bij haar op. Dus die herinnering begon te leven door de taal. En dat maak je dan van dichtbij mee. Dat was een ongelooflijk moment. Ja. Ja, ik kan me alles bij indenken. Toen zijn we gegaan naar het voormalige consulaat. Dat was de Philips showroom. Ja, vertel eens even over, wat deed onze Jan Zwartendijk, wat deed hij daar in Litouwen? Nou, hij was honorair consul. En dat had in? Dat het niet zo'n beroep was, hij was beroepsdiplomaat. Hij was directeur van Philips Litouwen. Philips had overal in Europa hadden ze nederzettingen. En om de invoerrechten te omzeilen maakten ze overal assemblagefabrieken. Zetten ze neer. Voor radio's dan? Ja, dus alle spullen kwamen uit Eindhoven, maar die werden daar aan elkaar geschroefd. Dus daar stond een radioassemblagefabriek van, er werkte zoiets van 60 mensen. Ze hadden een showroom en daarboven was kantoor. Daar zetelde Jan Zwartendijk dus. Die showroom en dat kantoor, dat werden het consulaat. Een van de redenen dat ze hem gevraagd hebben om consul te worden, was dat hij ook een kantoor kon leveren. Die showroom lag in de mooiste winkelstraat van Kaunas. Ja. En nu is waar vroeger de radio's stonden opgesteld, staan nu boeken, want het is nu een boekhandel. Mooi. Maar voor de rest is er niks veranderd. Okay. Dus ik kom het hele verhaal, het boek, het eerste hoofdstuk begint dat Jan Zwartendijk een telefoontje krijgt van de Nederlandse ambassadeur voor de Baltische landen in Riga. Of hij consul wil worden. Ja, maar het is dan mei 1940, hè? Ja. En dan, ik heb een kaartje voor, een beetje voor de context te schetsen. Kun je een beetje goed zien? Ja, prima. Mei 1940, Zwartendijk wordt op 28 mei 1940 wordt hij consul in Litouwen. De vlam die is weer in de pan in Europa. Ja. Kun je in het kort omschrijven, hoe was de situatie op dat moment in Litouwen? Ja, ik kan het even op die kaart aanwijzen. Ja, als je het zien. Ik heb ook nog een weide. Ik kan het zo wel doen. Okay, moet ik weg? Dit is Polen. En op 1 september 1939 viel Nazi-Duitsland Polen binnen. En bezette dit hele gebied. Litouwen lag er dus hiernaast. Dit is Litouwen. Kaunas was toen de hoofdstad. Boven is mij, hè? Meneer. Sorry, ja.
Hier Litouwen. Dit deel was Kaunas ligt hier. En Vilnius was bezet, gehouden door de Polen. Dus Kaunas was de tijdelijke hoofdstad van de republiek, de onafhankelijke republiek Litouwen, die van 1920 tot 1940 heeft bestaan. Nazi-Duitsland viel Polen binnen, 1 september 1939. En heel veel Poolse Joden die dachten, we moeten wegwezen hier. En die zijn toen gevlucht, zo naar Litouwen. Dit was een enorm moeilijk gebied, want dit was een soort niemandsland. Een deel Russen zaten er, een deel zat Nazi-Duitsland er al. En je had overal milities van de bevolking. Maar goed, Litouwen was het enige land in 1939 dat zijn grenzen openhield voor vluchtelingen. Want alle Europese landen die hadden de grenzen gesloten. Onder andere, daar schrok ik erg van toen ik dat allemaal las en bestudeerde. Nederland, 1 januari 1938, geen Joodse vluchtelingen mochten meer worden binnengelaten. Ja. Er waren heel veel Poolse vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, Joods-Poolse vluchtelingen, naar Nederland gekomen. Die hoopten dat ze uit via Rotterdam of via Amsterdam op een schip naar Amerika konden stappen. Maar de Verenigde Staten weigerden pertinent Joden op te nemen. Ja, maar het dramaverhaal met de St. Louis, hè? Het schip St. Louis, dat de hele wereld rondvoer, maar toch weer terugging. En wat Nederland nog gedaan heeft op 1 januari 1938, niet alleen mochten er geen Duitse Joden meer naar binnen toe, maar de Poolse Joden die hier waren blijven hangen, omdat ze geen schip konden vinden, die werden teruggestuurd. En dat was dus de situatie. En toen kwam dus die vluchtelingen stromen op gang naar Litouwen. Want dat was het enige land wat zijn grenzen nog ophield. Ja. En dan is het dus, hij is dan 28 mei, dan is hij dus honorair consul in Litouwen. Verder nul ervaring. Nul ervaring. En dan komt er een moment, en trouwens hier zien we trouwens Jan Zwartendijk juni. Dit is Jan Zwartendijk aan de Memel hier, de rivier die door Litouwen stroomt. Het is heel bijzonder, deze foto is genomen op 15 juni 1940, op een zondag. Het is de enige foto waar hij een korte broek aan heeft, want altijd heeft hij, het was echt een gentleman. Hij heeft op een kostschool in Engeland gezeten en hij was altijd stropdas op, zelfs op een hete zomerse dag. Maar hier dus één keer niet. En 's avonds viel de Sovjet-Unie Litouwen binnen en bezette Litouwen. Dit is de laatste uren nog van relatieve vrede. Ja. En dan komt er, en dan, dat maakt hem ook zo beroemd, hè? Dan komt er opeens dat plan om dat visum uit te gaan schrijven. Maar dat is ontstaan toen de eerste twee Joden zich gingen melden bij Jan Zwartendijk. Kun je iets vertellen van hoe dat plan ontstaan is? Ja, het is eigenlijk heel speels ontstaan, in etappes. Jan Zwartendijk had dus geen enkele ervaring. Hij wist absoluut niet hoe hij dat moest doen. De ambassadeur had hem ook gezegd, nou, er zijn maar heel weinig Nederlanders in Litouwen, dus u zult niet veel te doen hebben. Maar die ambassadeur wist al dat de situatie dramatisch zou gaan veranderen. Dat voelde hij aankomen. En op een dag kwam er een vrouw, Peppi Sternheim. En zij had een Nederlands paspoort. En zij had een lange tijd in Amsterdam gewoond. En zij was getrouwd met een Poolse Jood, een rabbijn, Isaac Lewin. En zij was naar Lodz verhuisd. Je moet eigenlijk zeggen Jujotse. Maar wij lezen het als Lodz. En een kind. En net toen de nazi-legers binnenvielen in Polen, was haar vader op bezoek, haar moeder en haar broer, alle drie uit Amsterdam. En zij zijn toen hals over kop gevlucht naar Litouwen. En ze dachten eerst, we zijn in Litouwen. En toen kwam die Sovjetbezetting en toen begonnen ze zich een beetje zorgen te maken. Want niet dat de Sovjet-Unie toen een antisemitische politiek had in 1940. Nee. Maar ze hadden natuurlijk wel een atheïstische politiek en een rabbijn. Peppi dacht, we moeten weg uit Europa. En toen hoorden ze dat er een nieuwe Nederlandse consul was benoemd. Zij zaten in Vilnius, zij is toen naar Kaunas gegaan, wat 100 kilometer verderop ligt. En zij heeft gevraagd, kunnen wij een visum krijgen voor Java of Sumatra?
En toen zei Jan Zwartwijn, ik zou het niet weten. En toen heeft hij een briefje geschreven aan de ambassadeur De Dekker in Riga. De post functioneerde nog heel goed. En binnen een dag had hij een antwoord. Nee, dat kon niet. 'S middags kwam er Nathan Goedweert. Had ook een Nederlands paspoort. Was geboren en opgegroeid in Scheveningen. Hij zat op een Talmud hogeschool in Litouwen. En ja, hij wilde ook weg. Hij zou rabbijn worden. En hij dacht ook, we moeten weg hier. En Nathan Goedweert, ja, die hoorde dat Pepi Sternheim was geweest. En Java Sumatra, dat niet zo eenvoudig was. En toen zei Nathan Goedweert, maar ik heb een tante wonen op Curaçao. Volgens mij wonen er aardig wat Joden op Curaçao. Is Curaçao een optie? Jan Zwartendijk zei weer, ik zou het niet weten. En nou, toen heeft hij weer een briefje geschreven en toen kwam er een brief terug van De Dekker. En die zei, nou ja, we zouden kunnen zetten in het visum voor Curaçao, Suriname en de andere Nederlandse bezittingen in de beide Amerika's, is geen visum verplicht, comma, maar wel toestemming van de gouverneur. En toen kwam een geniale ingeving. Ja. Maak hem maar af. Nou, toen in de gesprekken met Nathan Goedweert, met Pepi Sternheim, toen kwam Jan Zwartendijk en zei, ja, misschien kunnen we na de komma weglaten. En toen heeft hij dat weer aan de ambassadeur voorgelegd. En de ambassadeur dacht toen, goh, Nederland is bezet door Nazi-Duitsland. We zitten hier met twee Nederlandse staatsburgers. Nou ja, laten we maar een oogje dichtknijpen. En hij heeft zelf die tekst vertaald in het Frans, want dat was dus de internationale diplomatieke taal voor visa, et cetera. En dat was dus de eerste stap. Maar twee mensen die er aanvroegen, maar Nathan Goedweert ging terug naar zijn Talmud Hogeschool en die zei, ik heb een visum voor Curaçao. En de volgende dag stonden er 19 studenten voor de deur. En de dag olievlak, ja. En Pepi Sternheim ging terug naar het ghetto van Vilnius. En de volgende dag stonden er 50 en daarna 100 en daarna 200. En er waren enorme rijen. Ja. Dus die ene zin die werd weggelaten had enorme consequenties voor de Joden. Ja. Maar later ook voor hemzelf. En daar gaan we het zo nog over hebben. Ja. Maar het visum dat hij uitschreef. Ja, het was niet vals. Het was ook niet. Het was niet conform de regels, maar het was niet tegen de regels. Precies. Dus het was buitengewoon slim. Kijk, er was nog één punt. Ja, want Japan. Hoe komen die mensen dan weg uit Europa? En toen is Jan Zwartendijk erover gaan nadenken. En zo, toen dacht hij, nou, de enige mogelijkheid is, de Sovjet-Unie houdt zich op het ogenblik nog koest. Laten we de Trans-Siberië-express proberen. En dan overvaren naar Japan. Maar dan doemde er een volgend probleem op. Dan was er doorreisvisum door Japan. Maar er was gelukkig een Japanse consul benoemd in een beroepsdiplomaat. En dat was consul Sugihara. Hier Sugihara. En Sugihara, er waren wel vrij veel mensen bij hem geweest. Kunnen we niet een visum krijgen voor Japan? En dat moest hij weigeren met eindbestemming. Maar toen kwam Pepi Sternheim. En Nathan Goedweert, en het schijnt dat hij toen gezegd heeft, toen hij dat paspoort opende, dit is het ei van Columbus. Want de eindbestemming is Curaçao, dan mag ik een doorreisvisum geven voor Japan. Hij heeft wel toestemming gevraagd aan de minister van Buitenlandse Zaken in Tokio. En mag ik deze mensen doorsturen? Hij heeft ook duidelijk aangegeven dat het allemaal Joden waren. En zelfs ook een politieke overtuiging. Velen waren lid van de Bund, waren dus linkse Joden, zeg maar. En het antwoord van de minister van Buitenlandse Zaken was, nee, dat mag niet. En toen heeft hij iets gedaan wat ongelooflijk dapper is. Toen heeft hij een telegram teruggestuurd. Nou, dan stuur ik ze die kant op en dan lost u het maar aan de grens op. Ja. Met andere woorden, dankzij ook die Sugihara zijn ook al die duizenden Joden gered. Met andere woorden, en dat vind ik ook zo goed aan die boek. Er bestaat wel degelijk de goede Japanner. Ja. Nee, maar serieus. Ja. Ik denk toch dat zo'n herijking plaats moet vinden. Ja. Van het idee van de Japanner als de
de duivel in de oorlog geweest. Nou, en voor mij was het ongelooflijk moeilijk om dat te beschrijven. Ja. Want mijn ouders hebben in een Jappa-kamp gezeten. Ja. Mijn vader in een mannenkamp. Mijn moeder met mijn twee broers in een vrouwenkamp. En ik ben opgevoed dat er geen goede Japanners bestaan. Ja, precies, precies. Ja. En dus wel. En ja, deze hele actie die speelde aan het begin van de Tweede Wereldoorlog. Maar sinds 1937 was Japan al bondgenoot van Nazi-Duitsland. Ja, ja, hoorde bij de afmogendheden. Ja, ja, precies. En dus het was... en toen ik dit hoorde... Ik heb in de eerste versie nog al mijn schroom om dit te beschrijven. Maar ik dacht, god... Dit zijn de feiten, toch? Dat valt er buiten, mijn persoonlijke schroom. Maar naarmate ik meer bestudeerd heb van Sugihara, heb ik meer respect voor hem gekregen. Maar en vooral toen ik hoorde dat hij op die directieven van zijn minister van Buitenlandse Zaken dat heeft gezet. En dat heeft hij moeten bezuren. Want toen hij in 1947 in Japan terugkwam, hij had toen 18 maanden in krijgsgevangenschap gezeten met zijn vrouw en zijn drie kinderen in Roemenië, want dat was een van zijn laatste posten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen kwam hij terug en toen werd hij onmiddellijk ontslagen. Ja. Onmiddellijk. Daardoor? Door deze, ja. En als een soort verschrikkelijke straf moest hij zijn geld verdienen door als marskramer met gloeilampen langs de deur te gaan. Van Philips? Nee. Oh. Was een mooi bruggetje geweest. Ja, dat hoopte ik ook. Ja. Dat het dus Philips was. Maar ja, de feiten spraken me daartegen. Ik wil er even met u terug naar het uitreisvisum. Het ongelooflijk is dat dit allemaal ontstaan is. Deze mensen hebben elkaar nooit ontmoet. Sugihara en Schwarzenegger hebben elkaar nooit ontmoet. Nooit de hand geschud. Wel een keer gebeld, hè? 3 keer. Want Sugihara moest penselen. Die, met de hand. 7 kolommen. Er was geen stempel hiervoor? In het begin zeker niet. En pas eind augustus, toen de consulaat gesloten waren, heeft hij een stempel laten maken. Ja, weet je, moslim. Maar hij heeft deze allemaal met de hand geschreven. En hij was 20 uur per dag aan het penselen. En zijn vrouw moest hem om de 3 uur zijn hand masseren, want anders hield hij niet vol. En hij heeft een paar keer gebeld naar Schwarzenegger. Toen zei die consul Schwarzenegger, hoeveel mensen komen er nog? Want ik red het niet, ik red het niet. En Schwarzenegger zei, ja, ik kan er ook niks aan doen. Er komen er nog meer en meer en meer. En op 3 augustus 1940 werden op last van de Sovjet-Unie de beide consulaten gesloten, als laatste. Dus het Nederlandse consulaat en het Japanse. Toen had Schwarzenegger 2139 visa afgegeven. Ik heb ze hier allemaal. Dit is de lijst. Dit lijkt echt op zo van de Oscar Schindler-lijst. Ja. Precies, ja. Dit is de lijst van mensen die allemaal... Ja, en 2139. En op 3 augustus had Sugihara 780 visa gepenseeld. Zo ver lag hij achter. En toen is hij de hele maand augustus dag en nacht doorgegaan. Wat was zijn drijfveer? We beide trouwens. Wat was dat nu dat... Van Schwarzenegger... geen religieuze motieven, geen politieke, wat ik heb ontdekt. Schwarzenegger vond gewoon dat je dit moest doen. Dat was zijn enige opvatting. Deze mensen moeten geholpen worden, anders gaan ze een gewisse dood tegemoet. Dat zei hij tegen zijn kinderen. Gewoon medemenselijkheid, dat was het. Medemenselijkheid. In 1940 zei hij dat. Want kijk, toen waren er nog geen vernietigingskampen. Nee. Er waren al wel concentratiekampen, maar nog geen vernietigingskampen. Toen waren er nog geen transporten. En toch zei Schwarzenegger toen tegen zijn kinderen, tegen zijn 3 kinderen, zijn 2 zoontjes. Nou ja, Rob was 1 jaar, maar Jan was 11 jaar en Ede 13 jaar, zei hij. Als ik dit niet doe, dan gaan deze mensen gewisse dood tegemoet. En dat wist hij. Heel profetische blik had hij dan. Ja, en dat komt omdat hij lange tijd in Praag heeft gezeten, in de jaren 20. En zijn beste vriend was daar Louis Aletrino, de Nederlandse correspondent voor de NRC, de Nieuwe Rotterdamse Courant. Joodse journalist, zeer begaan met de situatie in Midden- en Oost-Europa. En zij woonden bij elkaar in huis. Zij gingen iedere avond samen dus eten. En hij was de informant, zeg maar. Hij heeft het... wat nog opmerkelijker is dat Jan Schwarzenegger getrouwd was met een Duitsstalige vrouw. Ja. Zij kwam uit het noorden van Tsjechoslowakije. En ze deed de Duitser. Ja. En van 1930
is hij uit Praag weggegaan, na 7 jaar Praag. En toen is hij naar Hamburg gegaan. En daar kwam hij terecht in een demonstratie van de nazi's. Met een redenvoering van Hitler. En toen wist hij van, dit is echt... En had hij Edith op zijn nek zitten. Want ze waren daar toevallig, ze waren op weg naar de diergaarde. En ze zijn toevallig in die demonstratie terechtgekomen. En toen kwam hij thuis, toen heeft hij aan zijn vrouw gezegd, ik wil nooit meer Duits spreken. 1932. Ja. Dat Sugihara had andere reden. Sugihara die heeft zich... Die heeft zich bekeerd tot de Russische orthodoxie en vervolgens tot het christendom. Bij hem waren religieuze motieven aanwezig. Okay. Hij vond dat hij dit moest doen, want hij zei wat ik doe volgens mijn meerdere is tegen de wet. Maar als ik het niet zou doen, dan zou ik tegen God ageren. Wat hoger is natuurlijk dan de wet. Ja. Helemaal duidelijk. En hoeveel mensen zijn nu, want er zijn dus 2139 visa zijn uitgeschreven. Ja. Hoeveel Joden uiteindelijk zijn er gered? Nou, op zo'n visum reisden meerdere personen. Ja. Het gezinshoofd, die had een visum. Als zij getrouwd was, dan stond zijn vrouw niet vermeld op het visum. Zij kon daarmee, net zoals de minderjarige kinderen. Dus ik heb uitgerekend door al deze lijsten na te gaan. Dit is de lijst van Sugihara. De lijst van Zwartendijk, die heeft Zwartendijk in 1940 verbrand. Toen het consulaat gesloten was, heeft hij in een potkachel, in aanwezigheid van zijn zoontje Jan als getuige en de twee adjunct-directeuren van Philips, heeft hij dat verbrand, plus de stempels van het consulaat. Die stempels die u daar ziet staan. Die heeft hij allemaal verbrand om aan te geven, oké, het consulaat is gesloten, ik ben gestopt. En hij heeft die lijst verbrand, want hij dacht, de nazi's komen hier absoluut. Ja. Dat verbond tussen Hitler en Stalin, dat gaat niet stand houden. En het kan volgende maand gebeuren of volgend jaar, maar het gebeurt. Ja. En als er dan een lijst circuleert nog ergens, dan kunnen ze precies weten wie ik geholpen heb en waarheen. Dus hij heeft het verbrand. Maar wat ik ontdekt heb is dat hij die stempels, had hij nog een reservesetje. En hij is dus de hele maand augustus doorgegaan. En die staan niet op deze lijst. Die zijn wel op die lijst. Deze lijst. Sugihara is in 1942 benoemd tot consul-generaal in Praag. En heeft toen deze lijst gestuurd naar het ministerie van Buitenlandse Zaken in Tokio. Heel gevaarlijk natuurlijk. Ja, levensgevaarlijk. Dat is de grote fout. Het had een geweldige fout kunnen worden. Ja. Want inmiddels hadden de nazi's toen al, in 1942, hadden ze iemand naar de slager van Warschau, SS-obersturmführer Meisinger, naar Japan gestuurd. Om al deze mensen die dus Europa uit waren gesluit. Terug te sturen naar Europa. Ja, de concentratiekamp in. Dat kun je je voorstellen toch? Ja. Nou, deze lijst is dus terecht, die ligt in een kluis in Japan. In haar archieven. En hier staan alle namen op en de datum van uitgifte. Hier staat soms ook bij dat er een kind is, een minderjarig kind. Dat staat erbij geschreven. Maar hoeveel uiteindelijk totaal, denkt u? Schatting? Nou, 2139 maal 3, dan zit je al over de 6000 heen. Maar met alle visa die er in augustus, ook door Sugihara. Sugihara heeft nog visa uitgegeven toen hij met de trein vertrok. Op het perron zelf nog. Ja. En dan ging hij nog tekenen. Toen hij binnenkwam in de stationszaal, toen werd hij omringd door 40, 50 mensen. Die riepen consul, visum. En toen heeft hij op een gegeven moment is hij ergens op een verhoogtje gaan staan. Toen zei hij, ik kan er niks aan doen. Ja. Ik moet weg. Ik moet het land verlaten. Ja. Nou, en toen is hij naar het perron gaan en voor de trein wegreed. Jongetjes renden het perron op en de trein begon te rijden. En nog een visum. Eén jongetje, twee jongetje en het derde, toen was de trein te ver weg. Het mooie is dat het tweede jongetje, 10 jaar oud toen, die kwam terug thuis met het visum en zijn vader zei tegen hem, je hebt ons het leven gered. En hij zei, nee, dat is consul Sugihara geweest. En die jongen, die is uiteindelijk in Israël terechtgekomen, die is economie gaan studeren. En in 1967 werd hij benoemd als economisch attaché van de Israëlische ambassade in Tokio. En hij kwam in Tokio aan, de eerste dag. En de tweede dag zei hij,
ik wil weten waar Sugihara is. Het jaar erop is Sugihara uitgenodigd in Israël. En hij is daar naartoe gegaan, omdat hij had helemaal geen geld meer. Was helemaal, en toen zei hij, ik wil wel naar Israël als mijn jongste zoon. Ik kan zijn studie niet betalen als hij in Israël mag studeren. En dat werd geregeld? Ja. En hij is Hebreeuws gaan studeren. Mooi. Uiteindelijk zijn ze dus in Japan terechtgekomen. Toen Japan in, toen Japan dus in oorlog kwam, eind 1941, een paar maanden van tevoren, ja, toen vonden ze dat die Joden daar weg moesten. En toen zijn ze overgebracht naar Shanghai. En daar hebben ze gezeten tot 1946. 1945 werd Shanghai bevrijd door het Amerikaanse leger. Maar ja, er zaten ook nog heel veel Joden uit Berlijn en Wenen in Shanghai. In totaal 30.000 Joden zaten in Shanghai. En voordat al die mensen daar weg waren en met schepen, ja, die wilden natuurlijk allemaal naar de Verenigde Staten of naar Australië toe. De laatste zijn in 1953 vertrokken. Een groep van 400 à 500 mensen. En die zijn terechtgekomen dus in Israël. En uiteindelijk hoeveel naar Curaçao? Nul. Ja. Maar in totaal zijn dus 10.000 mannen en vrouwen en kinderen gered. Dat is 10.000? Ja. Dat is gigantisch veel. Ja. Maar nu even het tragische aspect. Want dit is het positieve aspect. Het tragische, en dan moet ik, is dat hij nooit geweten heeft dat hij zoveel mensen heeft gered. Sterker nog, hij dacht dat het hele plan mislukt was. Want, want hij hoorde maar niks. Ja. En dan wordt er een interview gegeven in 1963. Dat verschijnt in de Leeuwarden Courant. Waarin blijkt dat hij dus enkele visa heeft uitgeschreven. En dan wordt hij ontboden door Buitenlandse Zaken. Ja, overigens, er zijn verschrikkelijke fouten gemaakt door de Nederlandse politiek. Wat ik nu ga vertellen. Maar er zijn ook verschrikkelijke fouten gemaakt door de Nederlandse pers. Want in 1963 is een interview verschenen in de Leeuwarden Courant. En werd niet opgepikt. En er werd tussen 12 en 1400 visa, zei hij zelf, om het een beetje klein te houden, dat hij had uitgegeven. En er werd helemaal niet op gereageerd. Nee. Hoe komt dat dan, denk u? Nou, gewoon geen interesse. Men wilde toen op dat moment wilde men de Holocaust negatief belichten. Niet dat er ook nog, mensen gered zijn. Ja. Op een wonderbaarlijke manier, denk ik. Maar de pers heeft al zitten slapen. Ja. Zeker weten. Ja. Maar ook, hij werd op het matje geroepen bij Buitenlandse Visa. Ja, in 1964 werd hij op het matje geroepen. Want toen kwam er buiten toe wat hij allemaal gedaan had. Hij ging in zijn nette pak erheen. Hij dacht, ik krijg een onderscheiding. Ja. En hij werd berispt. Hij kreeg een berisping, ja. Ja. Hij had zich niet aan de regels gehouden. Ja. Ja. En toen stort hij in, als het ware. Ja, in 1963 hadden zich drie mensen gemeld. Die waren op zoek gegaan naar, ze noemden hem, The Angel of Curaçao. De Engel van Curaçao, ja. En drie mensen zijn op zoek gegaan in de Verenigde Staten. Naar, waar is die man? Waar is Zwartendijk? En toen heeft de consul-generaal een brief gestuurd naar Den Haag. En zo is die zaak aan het rollen gekomen. Maar het waren drie mensen. Hij wist dat hij 2139 visa had. En nog een heleboel illegaal. Dus zeg maar tegen de 3000 visa had hij. Dat wist hij. En hadden drie mensen zich gemeld. Dus toen dacht hij, die hele reddingsoperatie is mislukt. Is mislukt. En toen zijn ze... Kinderen hebben besloten, nu gaan we onderzoek doen. Nou ja, het is wel ongelooflijk dramatisch hoor. Dat kun je als romanschrijver niet verzinnen. We hadden het net over het schrijven van een roman. Maar dit zijn nou feiten die je niet kunt verzinnen. Zo ongelooflijk filmisch dramatisch. Die kinderen zagen dat Jan Zwartendijk was een hele opgewekte man. Dit is hem in... In de nadagen van zijn leven. Dit is, hij was met pensioen. Hij was in Rotterdam samen met zijn vrouw Ernie. Hij was altijd een vrolijke, opgewekte man geweest. Tot die berisping. Maar wat hem nog veel meer ergerde was dat hij niks hoorde over die mensen. En hij dacht, ik heb ze dood ingejaagd. Ja. Met ondeugdelijke papieren. En toen dat ging heel snel. Toen werd hij een zagrijnige, ziekeneurig baasje. En op een gegeven moment zijn de kinderen bij elkaar gekomen. En zeiden, pa, die heeft een trauma.
En toen zei ze, en nu moet de actie onderzoek gedaan. En toen heeft Jan Zwartendijk junior, die heeft contact opgenomen, die woonde in Amerika, die heeft contact opgenomen met Holocaust Research Center in Jeruzalem. En Edith heeft contact opgenomen met het Simon Wiesenthal Centrum in Wenen. Met de vraag, wat is er gebeurd met vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, met een Curaçao-visum? En toen zeiden ze, nou ja, dat gaan we uitzoeken, maar dat zal wel even duren. Nou, Jan Zwartendijk werd zieker en zieker en bleek longkanker te zijn. Hij moest verhuizen naar een verzorgingsflat in Soest. En in 1976 is hij overleden. En op de dag begraven, dat had wel gezegd, ik wil in Rotterdam begraven worden. Dus de lijkstoet die maakte zich op om naar Rotterdam te rijden. Toen viel er een envelop op de deurmat. En van het Holocaust Research Center. Tenminste 95% van de mensen met een Curaçao-visum heeft de oorlog overleefd. En heeft nooit geweten. En dat is dus de hele tragiek van die hele Zwarte Dijk. Ja. Ja, dat is heel schrijnend. Ja. Meneer Brokker, en uiteindelijk toch is er op 15 juni, ook op 15 juni toevallig, 2018, is er een vlak voor zijn consulaat, is dat monument onthuld in bijzijn van koning Willem-Alexander. En dat is volgens mij ook zo'n, dat is Edith, als ik niet vergeet. Dat is Edith, ja. Edith vergeet en dat is dan... Ja, dat is Rob. Rob, Edith. Ja. En dat is de president van Litouwen, die daarbij aanwezig was, wat wel... En dat is de burgemeester van Kaunas. Ja. Het is voor het eerst dat Litouwen de verschrikkelijke geschiedenis van de Jodenvervolging in Litouwen onder ogen wil zien. En dit is voor Litouwen een heel belangrijk moment. En nog blijer met het feit dat de Litouwse uitgeverij Baltos Laskos heeft de rechten van de rechtvaardige verkocht. En dit boek komt over enkele maanden in Litouwen uit. Wat goed. Wat ik ongelooflijk goed vind. Ja. Nou ja, daar is dus dat monument onthuld. Dat zie je daarboven. Het is een schitterend monument. Is gemaakt door Ginny Vos, een lichtkunstenaar uit Amsterdam. Daarboven, dat zijn 2139 inkepingen. Het aantal paspoorten wat Jan Zwartendijk heeft voorzien van een visum. 2139. En het mooie is, als het donker wordt, dan gaan de lichten aan. En naarmate het donkerder wordt, gaat het feller branden. Mooi. Dat is een prachtig symbool van hoop. Ja. Hier was dus koning Willem-Alexander bij aanwezig. Heeft een gesprek gehad met de familie Zwartendijk toen. En daar was ook minister Stef Blok bij aanwezig. En nou goed, een paar weken later kwam mijn boek uit. En daarin stond dus dat Buitenlandse Zaken een reprimand had gegeven. En dat was minister Jozef Luns toen. En het was het kabinet de Kwaai. Twee mannen die met een zeer besmet verleden. En dus vandaar ook dus die Kamervragen dan uiteindelijk. Van waarom is het gebeurd? Excuses nog. Ja. En ik moet zeggen, het is heel prachtig dat... Maar zoals het gegaan is, is het weer Nederlands gegaan. Eerst is er een brief gekomen van de secretaris-generaal van Buitenlandse Zaken... of Rob Zwartendijk niet eens een kopje koffie wilde komen drinken in Den Haag. Zo gaat het in Nederland. En toen is er iets gebeurd. Mijn boek verscheen en toen stond op alle Israëlische kranten op de voorpagina... Dutch diplomat punished by saving Jews during World War II. Ja, en dan zijn de gapen gaar dan in Nederland dan. Ja. Ja, want dan is het imago schade. Ja, en dat is gebeurd door minister Luns, de latere secretaris-generaal van de NAVO. Ja. En toen 4 dagen later naar die Kamervraag, want ik dacht dat wordt gewoon in de doofpot gestort. 4 dagen later was er dan dat de excuusbrief van minister Stef Blok. Ja. Maar die brief die begon met... Heel kort, meneer Blok. Heel kort. Als het waar is, oh ja, dan gaan we wat in het boek van Jan Brokker staat, dan bieden we onze excuses aan. En toen is Rob Zwartendijk ongelooflijk boos geworden. Ja, die heeft een brief teruggeschreven aan Stef Blok. Daar heeft hij ook nooit meer antwoord op gehad. Dat zijn vader zo heeft geleden onder het feit dat hij zich niet aan de regels had gehouden. In een tijd dat Nederland geen rechtsstaat meer was. Nederland was bezet door de nazi's. Want dat was het dan, het argument. Een rechtsstaat heeft regels nodig. Maar dat gold helemaal niet meer. Nee. Daar heeft hij zo onder geleden. Ja.
De familie heeft tegen mij gezegd, toen ik vroeg van, nou, willen jullie meewerken als ik een boek over jullie vader schrijf? Toen zei Rob Zwartendijk, als je maar geen held van hem maakt. Nee. Ik zei, terwijl hij wel een held is. Ik zei, waarom dan niet? En toen zei hij, dat zou mijn vader niet gewild hebben. Ja, hij wilde geen held genoemd worden. Nee. En toen zei ik, maar waarom wil je dan wel dat ik een boek schrijf over je vader? Toen zei hij, om te weten te komen wat er met die mensen is gebeurd. Want dat had mijn vader zo graag willen weten. En daarom heb ik een boek gemaakt, niet alleen over de consuls. Nee, maar ook over de Joden, wat ermee gebeurd is. Ja, ik heb 10 case stories van wat is er met die mensen gebeurd? Wat is hen overkomen vanaf het moment dat ze in de trein zijn gestapt naar Vladivostok? Ik vind het echt een prachtig verhaal, meneer Brokke. Ja. Dank u wel. Ja, en in plaats van... Dank u wel, een lange applaus. En terecht. En ik wil ook echt een pleit, in plaats van Schindler's List, dat hier een boek over moet, of een film moet worden over gemaakt. Over die 10 dagen dat hij hier bezig was. Dit is een film. Ja. En dit verhaal zou iedereen moeten weten.